Robert Meest, hartelijk welkom even in deze uitzending, in dit interview. Ik mag je van harte feliciteren, wethouder, gemeente Alkmaar. Zeker, afgelopen dinsdag, dus bijzonder. Heel bijzonder. Je zit al op de plek, je zit op je kamer. Ik zit nu op mijn werkkamer, ja. Hoe vond je het dinsdagavond? Ja, heel bijzonder. Mijn eerste raadsvergadering in Alkmaar. Voor mij eventjes bijzondere grond. Ik werk er uiteraard al wat langere tijd. Ja. Maar op het politieke domein is het voor mij een nieuwe grond. En dus een eerste kennismaking met de gemeenteraad heb ik inmiddels achter de rug. En de installatie is afgelopen dinsdag geweest. En het was een bijzonder mooi moment. Zeker, zeker. Het wethouderschap is jou niet vreemd. Velsen is jouw thuisbasis. Je hebt 8 jaar raadslid. Toen wethouder, ook weer raadslid. Het lijkt me apart om dat dan een soort los te laten. Je bent toch echt van Velsen, zullen we maar zeggen. Ja, zo voelt het ook wel een beetje hoor. Zoals ik ook in een eerder interview heb gezegd, het voelt ook echt wel een soort stoppen met een beetje pijn. En Velsen, daar ben ik aan verknocht. Ja. Ik ben geboren en getogen Velsenaar, dus dat je dat na zoveel jaar achter je laat, dat voelt heel raar. Aan de andere kant is politiek ook een raar vak. Zo sta je erop en zo sta je ernaast. Dus zo werkt het ook in de politiek. Ja, ja. Dus je moet het leven nemen zoals het is. En na zoveel jaar is het ook mooi, denk ik. Een mooi moment, denk ik ook. Zeker gelet als ik kijk naar hoe het in Velsen gaat met de opvolging van mij. Ben ik daar buitengewoon blij mee dat Gideon instroomt. En dat geeft voor het CDA ook weer mooie kansen. Dus ja. ergens vallen de puzzelstukken. Ja. Wat maakt het vak van wethouder aantrekkelijk? Want het is gewoon echt een beroep. Ja, ik zeg wel eens, het is zelfs geen beroep. Het is een soort ambacht. Je kan ook heel moeilijk omschrijven hoe het is om wethouder te zijn. Je moet er volgens mij gewoon met beide benen instappen. En vanaf dat moment word je geleefd. Dat is meteen ook het risico. Misschien ook wel de reden dat ik nu hier in Alkmaar zit, omdat mijn voorganger ziek is. En die heeft het ook als een hele zware kluif ervaren. En vandaar dat ik hier ook. Maar het is verschrikkelijk mooi vak. Het is, maar wat dan? Probeer eens iets te benoemen waarom het zo mooi is. Sowieso, maar dat geldt ook voor het raadlidmaatschap. Maar dat geldt eigenlijk in het kwadraat voor het wethouderschap. Is dat je je stad mag vertegenwoordigen. En dat je eigenlijk als. Ja, je mag je stad een beetje beter helpen, beter maken. Ja. Iets van op de winkel passen, dat past mij niet. Het is echt proberen, je moet drive hebben om je stad mooier te maken of je gemeente mooier te maken. Ja, en als je dan gewoon daar resultaat van ziet, dat kan op het fysieke domein zijn, maar ook op het sociale domein, dan krijg je daar heel veel voldoening van. Het is ook lastig, vandaar dat het ook een ambacht is, want elke stap die je zet, die ligt onder een vergrootglas. De pers die je terecht kritisch volgt. Ja. Dus het is ook soms bij tijd en wijl een hard vak. Dus het is een prachtig vak met ravelrandjes. Ja. Elke dag is anders. Elke dag is geen dag hetzelfde. Nou, mooi dat je ook zegt, hè, je wil echt wel dingen veranderen, je wil dingen aanpakken. Lukt dat makkelijker in de rol van wethouder of toch meer als opdrachtgever, hè, de raad die het college opdracht geeft? Dat is een hele moeilijke balans. Uiteindelijk gaat de raad over het beleid. En dat zit vaak op een wat abstractieniveau. Dus op dat punt heeft de raad natuurlijk wel het mandaat aan zich. Uiteindelijk zit je als dagelijks bestuur in de uitvoering. Die uitvoering die is vaak zo zichtbaar. En dat voelt dan alsof je dan ook echt het verschil kan maken. En dus in theorie zou het de raad moeten zijn. Maar in de praktijk voelt het alsof dat je aan BMW toch sterker aan het stuur zit. Ja. Dus ik neem ook aan dat dat ook een belangrijke drijfveer is voor jou om nog meer, als wethouder dat verschil te proberen te maken. Ja. Zeker, want uiteindelijk bereid je ook dingen. Je hebt een ambtelijk apparaat achter je staan, dus je probeert de dingen goed voor te bereiden. Je probeert ook goede besluiten bij de gemeenteraad voor te leggen. Dus in die zin probeer je ook voor te sorteren. Ja, je hebt natuurlijk gewoon invloed. Een raadslid heeft invloed en een wethouder heeft ook invloed. Ook invloed. Weet je al een aantal spannende dingen in Alkmaar waar jij je tanden in kan zetten? Ja, de afgelopen dagen zit ik hier al vol in de overleggen. En de ingewikkelde dossiers die hebben mijn bureau inmiddels gepasseerd. Ja. En daar ga ik op televisie niet over uitweiden, dat lijkt me niet gepast.
Nee. Maar er is veel werk te verzetten de komende maanden. Okay. En dat, nog even hou ik nog van, want de mentaliteit is hier mouw opstropen. Eigenlijk net als in Velsen. Ja. En dat bevalt me wel. Is het in Alkmaar ook iets van laten we het samen doen als raad? Hè? Want we hebben in Velsen proberen een beetje afstand te houden van dat coalitie en oppositie zeg maar, in de raad. Ja. Herken je dat in Alkmaar of is het daar meer dat traditionelere beeld? Ik denk dat Alkmaar er nog wat de traditionelere beeld heeft. Al moet je ook niet overdrijven, zeg ik altijd, wat er in Velsen gebeurt. Natuurlijk wordt het beeld overeind gehouden dat er geen oppositie en coalitie is. Maar die is er natuurlijk gewoon. Er is een raadsakkoord en dat is wel. Dat hebben ze hier in Alkmaar niet. Hier is gewoon een coalitieakkoord. Coalitieakkoord, ja. Dus in die zin is het wat traditioneler nog ingericht. Maar in de praktijk werkt het nog bijna hetzelfde. Ik heb de eerste raadsvergadering gehad en ook dan wordt er gewoon stevig gedebatteerd. Ook tussen coalitiepartijen dus. En zo hoort het volgens mij ook. Okay. Even terug naar Velsen. Je zei het al, Gideon Nijmanting neemt jouw plek over zeg maar, in de fractie CDA Velsen. En ik las in de krant dat het blijft een permanente plek voor hem. Begrijp ik dat goed? Want jij doet een waarneming in Alkmaar, dus kan je iets vertellen hoe ziet dat plaatje er misschien over 5 maanden uit? Dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat voor Gideon hebben we afgesproken dat hij gewoon de resterende periode in de gemeenteraad van Alkmaar, in de gemeenteraad van Velsen gaat zitten. Hij krijgt natuurlijk een mooie kans en hij moet zichzelf mooi kunnen positioneren in de gemeenteraad, voor nu en misschien ook voor de toekomst. Ik zal niet mijn plekje weer opeisen op het moment dat mijn waarnemerschap hier stopt. Het lastige is hier ook dat de wind niet weet hoe lang het waarnemerschap gaat duren. De afspraak is minimaal maanden. En het kan ook nog veel langer zijn. En het kan ook nog de resterende periode zijn. Dus dat is een groot vraagteken. Voor mij ook wel een avontuur in die zin. Ja. Maar het is ook niet fair om daarna weer naar de fractie terug te stappen. Gideon moet alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. En daar krijgt hij nu een mooie kans voor. Ja, ja precies. Maar goed, we praten nu met jou. Dus voor jou is die onzekerheid natuurlijk ook groot. Hè, van wat er dan misschien weer gaat gebeuren. Dus zijn we je kwijt in Velsen, zullen we zeggen. Hè? Of zijn we... Nee. Kom je weer terug. Dus dat is dan de cliffhanger, zullen we dan maar zeggen. Zullen we dat maar een cliffhanger laten zijn? Dat is de cliffhanger en daar is niks over te zeggen op dit moment. Nee. We gaan je natuurlijk missen inderdaad, want je bent natuurlijk een goed debater. Hè, ook in de laatste besprekingen rondom de begroting. Hè, je weet je positie altijd goed te bevechten. Dus in die zin gaat Alkmaar op vooruit, zullen we maar zeggen. En dan jou in je rol als wethouder. We wensen jou natuurlijk heel veel succes. Dank. Op deze dag, 24 september, neem je ook afscheid van de raad. Dus ik hoop dat je daarvan kunt genieten. Zeker, ja hoor. Wil je nog iets zeggen tegen de Velsense inwoners, die toch altijd geïnteresseerd naar de raad kijken en de raadsessies? Oh, daar overval je me een beetje mee, maar ik zal het wel proberen. Politiek is een lastig vak. Ik hoop dat sowieso... Dat mensen waarderen dat mensen in een gemeenteraad en in de politiek hun stappen zetten. Ze krijgen vaak kritiek, raadsleden en wethouders en burgemeester. Ja. Dat is niet altijd terecht. Behandel politici met respect. Want ze doen goed werk voor de stad. En ik heb genoten van iedereen, van elke ontmoeting, goed of minder goed en stevig debat. Maar ik heb genoten van elk moment met iedereen in de raad en in de Velsense samenleving. En dat koester ik. En dat ik kijk met warme gevoelens naar Velsen. En ik blijf er wonen en ik blijf op de achtergrond nog wel binnen mijn partij actief. Dus jullie zijn nog niet helemaal van me af. Heel goed. Mooi gezegd, Robert. Nogmaals, gefeliciteerd en heel veel succes. Dank je wel. Dank je. Hoi hoi. Bye.